Hallo, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. Dit is weer een deel van een van de vier waarin ik allerlei leuke spulletjes gebruik van Bath & Body Works. Wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we deze verpakking maken. En wat zit erin? Nou, wat ik al vertelde net al, zit er een spray in van Bath & Body Works. En de bovenkant die steekt eruit en de onderkant die kan open. En dan zit er zo'n leuke verpakking in van Bath & Body Works. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Nu heb ik voor vandaag wat andere kleurtjes gekozen. En we gaan deze kleur gebruiken. En ook daar heb ik weer gebruik gemaakt van hetzelfde Designer Series Paper. Daar ga ik deze weer voor gebruiken. En zoals ik al in mijn vorige filmpjes vertelde, is het gewoon hartstikke mooi papier. Daar ben ik helemaal favoriet van. Voor degene die de vorige filmpjes niet gezien hebben, dit was het Fine Art Floral Designer Series Paper. Dus dat is het papier wat we gaan gebruiken. Verder gebruik ik Punch Party met de bijbehorende pons. Dus laten we aan de slag gaan. Nou, wat hebben we nodig? We hebben een stukje cardstock nodig van 18,5 bij 17,5. Let straks wel op als we gaan rillen, want je vergis je heel snel. En we hebben 4 stukjes Designer Series Paper nodig van 3,5 bij 8,5. Dan gaan we beginnen. Dan gaan we beginnen om hem te leggen op 17,5. Even de stempel iets verder wegleggen. Kijk of jullie kunnen zien. Ja. Let dus even goed op. Nou, dit is het stuk van 18,5. Draai hem even. Dus dit is mijn stukje. Dit is 17,5. Dus dit is 17,5. Dat gaan we rillen op 4. Acht. 12 en 16. Dan draaien we ons kaartstok en dan rillen we op 4 en op 13. En we rillen nog een keer op 14,5. Doe ik dat goed? Nee. We rillen de laatste ril op 17. Ja, dus dit was 17, 13 en 4. Dan gaan we even alles inknippen. En dan zien we hier, dit is de plakrand. Daar beginnen we mee. Deze manier. Dan wordt dit zometeen de bovenkant. En die knippen we gewoon in tot aan de eerste rillijn. Daar gaan we zometeen nog iets speciaals mee doen. Zodat precies de bovenkant van het flesje eruit steekt. Dan mag dit stukje eruit. Deze knippen we in. Deze knippen we schuin in. Dan pakken we nog even ons snijapparaat erbij. Zo, dit mag weg. En deze rillen we nou op de helft. 2 centimeter of wat, hè? Net wat je mooi vindt. Dus dit stukje en dit stukje gaan we op de helft afsnijden.
Ik heb het op 2 gedaan, 2 centimeter. Je kunt het natuurlijk ook gewoon met de schaar doen. Als je het een beetje eng vindt. Dat mag altijd. Maar ik werk altijd graag met mijn snijapparaat. En deze knippen we schuin in. Dat zijn zometeen de flapjes die naar binnen vallen. Dan gaan we eerst even het designpapier opplakken. Een raffiemeltje aan mijn lijm. Zo. Het is echt een heel simpel doosje. Hij lijkt moeilijker dan hij is, maar dat is meestal zo. Als je eenmaal begint, dan denk je, oh, is dat alles. En wat ik net al in de introductie vertelde, is dit 1 van 4. Ik heb leuke verpakkingen van de Bath & Body Works in dezelfde kleuren. En het leek me leuk om daar gewoon een setje van te maken. Je kunt natuurlijk apart aan iemand geven. Of je geeft 1 dingetje aan iemand. Maar het is ook leuk op deze manier verpakt. En je bent gewoon lekker bezig eventjes, om het zo te zeggen. De laatste. En wat we dan nog even gaan doen is, ik vind het toch altijd wel een fijne lijndraad. Ik ga even een liniaal en een pennetje of een potlood pakken. En dan ga ik van bovenaf, waar zometeen deze dop doorheen kom, ga ik even een midden, zo, een midden merkje even zetten. En dat doe ik gewoon heel simpel. Van die hoek naar die hoek. En ik doe even alleen maar even een klein stukje. Hè. En dat doe ik bij alle 4. Want ik hoef alleen maar te weten wat ongeveer. Of ongeveer. Hè, ik pons dit zo meteen uit wat het midden is. Dus het geeft helemaal niet als je dat met een pennetje doet. Ondertussen kan de lijm even drogen. Nou, wat ik zo leuk vind aan Bath & Body Works is dat ze gewoon heel kleurrijke spulletjes hebben. En dat past natuurlijk precies bij Stampin' Up. Met bijpassend cardstock. Wat willen we nog meer? Ja, want ik had al in mijn vorige filmpjes laten zien. Hier is ook nog een body lotion bij. Daar had ik al een verpakking gemaakt. Vandaag maken we deze. En we hebben dus ook nog de handgel. Ja, dus we maken verschillende leuke verpakkingen. Wat ik net al vertelde. We nemen een pons van 1 inch. We hebben het midden uitgemeten. En dat gaan we precies bij alle 4 even uitmeten. Kijk nog even bovenin of je een beetje daar in het midden zit voor de zekerheid. Ik denk dat het iets zo moet. Dit is wel even een beetje een precies werkje. Nou, dan hebben we hier 4 gaatjes in zitten. We pakken, niet onze pen, die kwam naar beneden rollen. Onze schaar. En deze knippen we gewoon op deze manier recht in. En zometeen wanneer we het doosje in elkaar gaan lijmen, dan past dit precies om de hals van het flesje heen. Zo ziet je basis eruit. Dan gaan we zoals altijd weer alles even goed rillen. Nou, dat is zijn eigenwijs. Net als ik. Oh, die gaat scheef. Wel even netjes doen. Zo. Gaan we het doosje dicht plakken.
Ondertussen kijk ik even of ik een bijpassend lintje heb. Calypso Coral, ja. Natuurlijk kun je de bodem dicht hè, lijmen, maar dan ja, haal je niet zo makkelijk het flesje eruit. Wat ik nog even doe is hier een halve cirkel uithalen, zodat je makkelijker open en dicht doet. Ook dat meet ik niet uit. Het flesje gaat erin. Tiki Mango Mai Tai. Nou, volgens mij is het een cocktail, maar maakt niet uit. Nou, en zoals jullie zien, hè, past dit dan heel mooi in elkaar. Ik heb er wel wat lijm op gedaan, omdat ik eigenlijk niet wilde dat dit doosje open en dicht zou kunnen. Zorg dat het even netjes op elkaar zit. En de laatste. Dit is de achterkant, dit is de voorkant. Als je het leuk vindt, ja, ik natuurlijk wel, kun je er nog even een strikje om doen. Of een lintje of een labeltje kun je er nog aanstrikken als je dat leuk vindt. Dat vind ik altijd van die persoonlijke dingetjes. Ik hou altijd wel van zo'n extra strikje of wat dan ook. Dan gaan we hier voorop nog een tekst gebruiken. En we gaan gebruiken, ja, nou, deze is misschien wel leuk. Sending you smiles for every moment of your special day. Dan heb ik een stukje wit nodig. Op een kleerblokje. En ik had gebruikt, ik dacht dat ik die al klaar had gelegd, blijkbaar niet. Of hij is er afgegleden, oh, hij was er afgegleden. Ik had gebruikt Calypso Coral, ik heb nog een oud inkpad van, ik heb niet alles vernieuwd hoor, om heel eerlijk te zijn. Je kunt zwart gebruiken, maar ik gebruik dezelfde kleur omdat ik dat gewoon leuk vind. Wat je eventueel kunt doen, is de bloemetjes en de blaadjes kleuren. Oh, dit is de dunne punt. Pakken we de bijpassende poos erbij. Dan hoop ik dat het past. Nee, want deze hoort bij de grote. Nou, het maakt niet uit, kan ook. Want hier had ik dus de scallop ovaal gebruikt. En ik had hier een ander tekstje gebruikt. Dus nou ja, kan ook, maakt niet uit. En dan nog even een stukje foam tape, want ik ben nog steeds mijn dimensionals kwijt. Maar dat geeft niet. Het lijkt me wel leuk om hier een paar strassteentjes op te doen. Dan is hij net, hè, heeft hij net iets meer. Strassteentje opdoen. Tape eronder. Oh,
Ik hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vonden. Heb je vragen of wil je Stampin' Up! Materialen bestellen, dan kan dat. Stuur dan gewoon even een mailtje naar creationsbyjolan@gmail.com. Dank je weer voor het kijken. Vergeet niet het duimpje omhoog even te doen hier onderaan. En tot de volgende keer.